Guten Morgen, live vanuit de... Ik sta al serieus met dit haar gewoon op. Hier is gewoon niks aan gedaan. Ik kon recht voor mijn kussen al. Ik krijg geen zin in 's ochtends. Sorry. Goedemorgen vanuit de zaalkamer. Ik ben weer op stal. Twee dingen gebeurd gisteren. Ik ben neergestoken door mijn eigen vriend. Yes. In mijn bovenbeen. Het zat namelijk zo. Stijn die was de bestekla aan het leegmaken. En toen had hij zo'n supergroot mes. Ik wijs met mijn andere vinger hoe groot hij was. En die had hij dus in een Action tas gedaan. Weet je wel, zo'n of Albert Heijn tas. Zo'n ja, plasticachtige, maar dan zo'n dikke plastieke. Had hij allemaal ingegooid. En toen zei hij, wil je die even in de la gaan leggen? Dus ik til die tas op. En die hou ik zo naast me, want die was hartstikke vol. Steekt dat mes gewoon dwars door die tas heen. Dus ik kets die zo tegen mijn been aan. Mes zo dwars in mijn been. Ik durfde niet te kijken, want het ging gewoon dwars door mijn broek heen. En ik zag dus niet wat de schade was. Omdat het gewoon dwars door mijn broek heen was gegaan. Dus ik dacht echt, oh wat eng. Dus toen ging ik kijken. Steekwond. Gewoon een steekwond. Staat ook, stond op mijn bucketlist. Neergestoken worden is ook gelukt voor mijn 30ste nog een keer. Dus nou, we hebben het ook weer gehad. Ik wil niet kijken hoe diep het is overigens. Want het gaat nu nog. Ik ga nu beginnen met... Oh ja, twee dingen zei ik. Oh ja, en nog, ik ben weer voor de 80.000ste keer op dieet. En dit heeft ook een beetje te maken met het verhaal wat ik gisteren zei. Dat ik dus meer nee moet leren zeggen. Meer tegen eten ook. Maar meer tegen mensen. Meer structuur, meer rust. Want ik heb dat heel erg als ik dus stress krijg. Dan het is niet per se dat ik dan ga eten of zo in een hoekje. Maar gewoon, ik ga heel slecht eten omdat ik heel de tijd haast heb. En zeg maar gewoon bijna niet kan nadenken over wat ik ga eten. Dus ik eet alleen maar bij tankstations. En ik eet thuis alleen maar thuisbezorgd. Nou, dat deden wij al best wel erg. Maar nu, als ik het dan zo druk heb gehad, dan, ja, dan is het gewoon niet meer te doen. En dat is gewoon echt niet gezond. Dus ik moet wel ook gewoon voor mezelf zorgen. En daardoor heb ik ook een beetje zo na de vakantie, op vakantie, zo'n... stop de tijd. Het moet echt iets gaan veranderen. In combinatie zelfs weer business coaches goed voor de lijn, zeg maar, als je het dan zo ziet. Dus ik ben echt heel erg aan het opletten. En proberen om wel echt een levensstijl van te maken. Ik ben normaal echt een crasher. Maar nu denk ik van, ik moet gewoon beter in mijn vel zitten. Dat ik ook niet, zeg maar, stress krijg. Dat ik heel de tijd denk van, oh, ik kan niet aan eten komen. Omdat ik de komende 6 uur ergens bij ben. Of gewoon heel ongezond. Dus daar ben ik mee bezig. En daardoor, ja, ik moet echt aan werken, zeg maar. Ik ben, denk ik, nu nog... 6 kilo of zo zwaarder dan dat ik altijd was. En dat komt gewoon echt door deze levensstijl. En ja, daar moet ik aan gaan werken. Dus voor degene die het... I feel you. Als je het ook hebt. Of als je het niet hebt. Dus dat staat ook op de planning. Dus dan weten jullie, ik ben niet zwanger. Het is gewoon eten. Food baby. Ik ga eventjes alles hier, want ik begin met tuigpoetsen. De paarden staan al in de molen. Lotte is al aan het messen, super chill, want dan kunnen ze daar ook schoon op stal. Kijk, die is hier ergens bezig. En dan kunnen ze schoon op stal als ik ze heb, nog een keer de voetjes heb gewassen en even heb gepoetst, ingevlochten, dat soort dingen natuurlijk. Ik moest mijn cap ook poetsen, want dit is mijn trainingscap, die heb ik gisteren laten zien. Alleen hier rijd ik dus mee met, weet je, met Kiss, met mijn grijze setje, met de zwarte cap. Dus dan moet ik deze ook poetsen. Kijk hoe mooi dit gewoon is. Nu doe ik gewoon met zadels even. Alleen dit rooster, dat doe ik altijd met een kwastje. Ga ik er zo insteken en zo. En alle naadjes. Hij is heel schoon. Ik ga hem in de zak doen. En ook naar de vrachtwagen brengen. Moet ik alleen nog even mijn laarzen. Ik heb net al 2 hoofdstellen gepoetst. En mijn zadel. Maar jullie weten wel hoe dat eruit ziet. Dus ik dacht. Dus en mijn vader is vandaag jarig. Mama is op stal. Lotte is op stal. En vanavond gaan we... Vanuit de wedstrijd gaan we nog even bij papa en mama taart eten. Kut, daar ga ik alweer. Snap je? Kijk, snap je? Alleen maar lijf. Ik ben wel meer dan 2 kilo afgevallen. Dat wilde ik wel even zeggen. Dat het wel, het is niet alleen dat ik het ga doen, maar ik ben al even bezig, weet je. En ik doe het rustig aan. Ik doe het rustig aan. Het liefst zou ik al meteen 10 van af laten vliegen. En daar stopt het verhaal, want dat is echt wat ik wil. Maar goed, dat is niet realistisch. En ik ga vandaag dan gewoon minder overdag eten, zodat ik taart kan eten straks.
Dit is zo makkelijk paard. Niet met rijden. Ja, ik ook wel. Maar die is zo schoon. Ja, je bent schoon. Hé, hey, hallo. Gedraag je even. Ja. Hij heeft zwarte voetjes. Zwarte staart, zwarte manen. Everything black. I love it. Want ik kan hem helemaal af klaarmaken. Dan doe ik alleen zijn manen. Ik hoef niks meer te wassen aan hem. Love dit paard. Nou, wat een slecht licht. Oh zo. Dit is Kis, die dikke. En dit is Chris. Chris heeft een vliegendekentje op, want die heeft ook de sleazy op. Die moet wachten. En Kis zat als eerste. En hier is de deur. Dus dan zetten we Kis als laatste erop. Dat we die als eerste eruit kunnen halen. Hoeven niet te wisselen. Dan kan Chrisje wachten. En we zijn dus onderweg naar Bavel. Dit is trouwens ook een nieuw dingetje van de nieuwe Anki collectie. Dit is Chili. Ik hou wel van deze kleur. Ik vind hem wel mooi staan. Bij blond ook wel. Misschien ook wel bij bruin, maar ik ben blond. En Fluff ligt hier te slapen. We hebben al een beetje iets gegeten met mama in de auto. We zijn onderweg naar Bavel. En dan ga ik dus met allebei M2 starten. Chris de allereerste keer M2. Die heeft één keer voor wedstrijd M1 opgelopen. En ja, we zien wel. Ik heb niet echt heel veel tekst hierover. Normaal heb ik altijd zo van, ja, en als het niet gaat, ga ik naar huis. En we zien wel. Het maakt niet uit. En dat is nog steeds. Dat geldt voor iedere wedstrijd eigenlijk. Maar ja, we gaan wel steeds vaker een keer weg. Dus het wordt wel steeds normaler allemaal. Ik heb ook niet echt vannacht over na liggen denken. Dat ik echt doodsangst aan het uitstaan was. Dus nee, ik denk dat het goed gaat komen. En ik heb er wel zin in. Ja, ik moet gewoon rijden en kijken. Met Kis heb ik natuurlijk wel wat meer afstemming dan met Chris nog. Maar het gaat toch voornamelijk om gewoon ervaring opdoen. En gewoon... ervaring opdoen en kilometers maken voordat ze straks echt serieus moeten gaan knallen. En nu kan alles nog een beetje vrij blijven. Dus ook straks ook, maar voor mijn gevoel. Dus ja, Lotte die rijdt trouwens in de auto achter ons. Die is ook mee voor het vloggen. Anders kan ik niet vloggen met twee paarden. Dus dat is echt, moet ik echt over nadenken. Want we hebben altijd natuurlijk die twee paarden in de M2. En als ik met twee paarden wegga, dan vind ik dat wel makkelijk. Want anders moet ik, ja, dan heb ik ze maar meteen zeg maar een soort van gehad allebei. En anders moet ik twee losse wedstrijden doen. Maar het is wel altijd een beetje stressen. Want de rubrieken zijn niet zo groot. En ik moet natuurlijk wel een uur minimaal ertussen hebben. Om goed los te kunnen rijden met de ene. En op te kunnen zadelen nog. Dus dat is altijd wel even doorpakken. En dan moeten we wel even hulp hebben. Dus, maar goed, Lotte is dus mee. Oeps, de deur. Achterdeur open. Hallo poppenkinders. Hallo. Hebben jullie alles weer vies gemaakt? Niet vies gemaakt? Nou, ze zien er nog wel redelijk uit. Ze waren ook heel lief onderweg. Wij gaan kijken naar waar we moeten gaan shinen. Ze zijn vandaag ook heel fanatiek, want ze hebben ook paspoortcontrole en een live scorebord. Ik weet niet in welke ring ik moet. Dit is ring 2 en dat is ring 1. Het ziet er wel mooi uit. Als ze nou bij mij ook even gewoon één ring leeg hebben, dan kan ik gewoon uitstrekken lopen over de lange zijde doen. Het is een beetje dark inside. Echt, hè? Pas wel bij mijn karakter. Oh, ik heb hier hele gevechten met de kleren allemaal. Wat er nog meer. Wederom, zoveel emotie in je vlog.
Chris deed het heel goed. Die heeft geen emotionele problemen. Chris, nou gaat hij rollen. Ik ben dus al mijn ponies aan het uitstappen. Kijk, allemaal kleine ponies. Hoe eng lesgeven. Dus, maar. Het is best wel een leuk uitzicht zo. Ik vlog eigenlijk nooit vanaf een paard, maar ja, Chris is heel lief. God, wat deed hij het goed. Ik dacht, laten we gewoon M2 doen, want we moeten er toch doorheen. Nou, met losrijden denk je dat hij contra gaat doen. Nee, hè. Gewoon nog niet misschien. Dus dan deed hij echt zoals hoe we het thuis hebben, zeg maar, een half jaar geleden. Super slecht. Maar ja, dan kan ik nog wel een half jaar thuis gaan oefenen, bij wijze van spreken. Maar dan gaat hij nog steeds niet op wedstrijd contra doen, want hij vindt dat gewoon moeilijk op ander terrein. Oeh, die ponies. Dus moesten we gewoon doorheen. En dan heb ik het met losrij even streng aan hem verteld van dit is de bedoeling, mijn vriend. Dus we gaan gewoon luisteren. En toen in de proef, het was niet mooi, maar het was wel, ik had geen fout. Dus ik heb echt ongeveer heel hard zitten duwen om hem in de contra te houden. Maar we hebben het overleefd. En de rest van de proef was wel echt mooi, vond ik zelf. Ik was tevreden over, maar... Ja, we zien wel wat het dan wordt. Kist staat letterlijk op 1 met 63%. En dat was echt niet al te best. Dus die heeft echt alleen maar de hele proef weer lopen hinneken. Alsof zijn ballen nog zijn ballen weer terug ronde geplakt waren. En die vond het niet oké hier in Bavel. Dan zijn we terug. Ik zie er goed afgeleefd uit. Ik heb echt een blikje appelsap. Oké, dit is niet lineproof. Dat zie je, dat gaat al helemaal mis. Maar ik heb echt suiker tekort. Als ik twee paarden in... ik moet dan om 1 uur starten en om 2 uur. Nou, oh, niet normaal. Wat is dat haast. En die beesten die vinden het echt niet leuk als ze van elkaar weg moeten en zo. Dus moeten we echt eventjes altijd stressen. En de een eraf, de ander erop. En die wil dan niet en die wil mee. En die gaat dan de vrachtwagen afbreken en bla bla bla. Maar dan moeten ze leren. Dus dat is altijd even pittig. En ik heb echt een blikje appelsap en iced tea green. En ik weet niet wat ik allemaal in mijn nek heb lopen gieten. Binnen 3,5 minuut. Ijskoud het liefst. Oh, wat had ik een doorstek. Want het is ook echt gewoon 25, 26 graden vandaag ineens. Ik had mijn wintervocht al. Dus ik ben nu eventjes... Lot is de paarden aan het uitvlechten. En ik ben nu de vrachtwagen aan het doen. Dat het weer helemaal netjes is. Dat we de volgende keer weer fijn met ons roelofse wagentje weg kunnen rijden ineens. Dat vind ik altijd fijn. Oh, dit is nog mijn broek. Dat ben ik altijd kwijt. Ik laat altijd kleren in de vrachtwagen liggen. En voor alles wat vies is, vieze was, eruit. Dekjes. Maar wij doen altijd alles meteen wassen. Zodat alles weer schoon, dinsdag of zo, weer alles schoon in de wagen ligt. En dat we gewoon bij wijze van spreken bijna gewoon meteen kunnen vertrekken. Maar ik moet ook een beetje opschieten. Want ik moet nog papa's verjaardag vieren met Stijn en zo. Dus dat. Oh, wat erg. Oh. Ik ben hier veel te OCD-erig voor. Ik loop nu in mijn pyjama. Ons huis. Kijk even hoe dit eruit ziet. Helemaal verlaten. De keuken, allemaal zooi. Er is gewoon helemaal niks meer. En boven heeft Stijn ook een soort van even een beetje opgeruimd, zeg maar. Dus ik loop nu in mijn pyjama, ik heb mijn telefoon hier hangen. En ik ga nu naar beneden om te douchen. Oh, ik ben net thuis, ik weet niet eens hoe laat het is. Maar we zijn dus nog naar papa en mama geweest. Dus ik ga dat nou even doen en dan spreek ik jullie zo nog wel even. Want dan boven is het enige wat nog een soort van intact is. En daar ligt Fluffy, want die voelt zich helemaal niet op zijn gemak als alles weg is. Die is helemaal zijn draai kwijt. Ik zeg niks, ik blijf rustig, ik blijf rustig. Ik kom gelijk. Hallo allemaal. Ik ben na deze video, als ik ook terug zit te kijken bij het edit, denk ik ongeveer klinisch dood gegaan. Zo erg was het met die verhuizing. Ik zit nu in ons nieuwe huis, maar zoals je ziet hangt Harry ook nog steeds niet. God, wat een werk is dit toch allemaal. Ik heb, het is inmiddels best wel even verder. Want ik ben echt als een dolle stier video's gaan opnemen, wedstrijd gegaan, wedstrijdvlogs opgenomen. Dus ik heb nu 3 wedstrijdvlogs voor jullie. Deze van vandaag, dan nog eentje met Enzels, dat is de volgende video. En dan weer eentje met Kiss en Chris, als alles goed op de SD-kaart staat. En ik heb helemaal weer zin in. Sinds de vorige video heb ik allemaal dingen uitgelegd. Dus daarom vond ik het ook leuk om nu even iets later deze video af te sluiten. Zodat jullie ook weten hoe het gaat en zo. En jullie hebben zo lieve reacties achtergelaten. En gewoon, kijk, het is niet alleen maar dat ik wil horen hoe fantastisch ik ben. Maar het is gewoon
de bemoedigende woorden zo van dit is leuk en dat is leuk en misschien kan je dit iets meer zo doen of ik snap dit of zo. Gewoon heel erg opbouwende feedback en ja, super super lief. Echt heel erg bedankt daarvoor, want voor mij, voor jullie is misschien zeg maar, ik waardeer het heel erg dat jullie dat zeggen, maar voor mij betekent het echt super veel. Omdat ja, je wilt het gewoon heel graag goed doen, dat weten jullie. Daar hebben heel veel mensen. Je wil het gewoon echt graag goed doen. En als je dan gewoon inhoudelijk leuke reacties krijgt waar je iets mee kan. Of gewoon complimenten en dat soort dingen. Dus, waardeer ik echt heel erg. Dus dat wilde ik even zeggen. Even nog over deze video. Ik heb net zitten editen. Kis en Chris. Kis was uiteindelijk tweede met 63 nog iets procent. Dat is volgens mij 191 of zo had hij. En Chris had 66, nog iets en had hij mee gewonnen. Dus Chris had van Kis gewonnen. Ze hebben allebei heel erg sterke punten en minste, of hoe zeg je dat, minder sterke, zwakke punten. Maar ja, gewoon op hun eigen manier. En ik ben natuurlijk best wel een combinatie met Kis. Dat zie je in het rijden, vind ik. Ik vind dat ik nog een beetje op Chris of zo een beetje erop zit van oké, niet te veel bewegen. Want die is nog echt wel heel onervaren, jongens. Dus het is, dat gaat echt niet super vanzelf. Die heeft wel een bepaalde uitstraling waardoor het er best wel vanzelfsprekend uitziet. Dat is zeg maar positief aan Chris heel erg. Maar met Kis ben ik echt ja, veel meer een combinatie. En, maar Kis die had dus gewoon even over deze wedstrijd nog, wat ik al zei, emotionele problemen. Zat ik al eventjes in het losrijden op het uitstappen van Chris. Had ik daar even over verteld. Kis die was constant aan het hinniken. Daarom ben ik ook meteen weer op wedstrijd gegaan. Dus hij was echt... Kis kan gewoon die proef echt met twee vingers in zijn neus lopen. Hij heeft geen vingers. Als hij vingers had, had hij ze in zijn neus. Maar hij is best wel een beetje een emotioneel paard. En heel erg op andere paarden. Dus hij is heel bang geweest van andere paarden met losrijden. Maar hij doet altijd heel erg hinniken. En dat heeft hij eigenlijk al zijn hele leven. Want ook, of ja, in ieder geval vanaf dat ik hem heb. Hè, vanaf dat hij 3 is. Hij is ook altijd als hengst best wel zo hinnikerig geweest. En hij wil niet alleen blijven. Dat vindt hij echt verschrikkelijk. En hij is een beetje onzekerachtig snel. Ook als vroeger paarden uit de bak gingen. Als ik dan aan het rijden was, dan ging hij echt maar liggen. Zo gespannen werd hij dan. Ging hij heel hard hinniken. En dat was echt een drama. Maar nu is het dan in de proef dat hij de hele tijd zit te hinniken. Maar het is niet per se omdat Chris erbij is. Want we hebben ook wel eens een wedstrijd gereden al een tijdje geleden. Toen had ik hem alleen bij me. En toen was Chris er helemaal niet eens bij. En toen liep hij ook heel de tijd gehinnikt. Echt. En dan valt hij. Dan krijgt hij een bepaalde innerlijke spanning. Waar je echt bijna niet doorheen kan rijden. En ik kan nog wel een soort van de oefeningen kon ik goed rijden. Maar tussendoor was hij dus de hele tijd aan het hinniken. En dan. Ja, hij was gewoon heel erg afgeleid. Dus dat is wel echt jammer. Maar ja, dat hoort natuurlijk 100% bij jong paard zijn. En daarom neem ik hem ook mee, zeg maar. Dus ik weet dat dat eigenlijk het allergrootste leerpunt is van Kis. En dat is niet dus thuis oefenen, maar echt meenemen. En dat hij daar rust in krijgt. En ik weet al dat de volgende wedstrijd, hoe dat is gegaan. Dus dat zien jullie in de volgende video. Niet de volgende, maar dat ging daarna. En Chrisje, die is heel makkelijk qua... Die maakte allemaal helemaal niet zoveel uit. Want het was daar in die wedstrijd waar ik het nu over heb, die jullie net gezien hebben, waren allemaal paarden en ponies om de ring aan het stappen. En er stond een hengst bij de ring, bij Kis dan natuurlijk. En de manege was aan het opzadelen toen ik aan het rijden was en dat soort dingen. Daar kan Kis dus echt helemaal niet tegen. Die wordt er helemaal panisch van. En Chris die boeit dat echt helemaal niks. Die is echt, wat dat betreft is die dus helemaal tegenovergestelde van Kis. Die kan je echt overal naar binnen rijden en de omgeving maakt hem echt verder niet zoveel uit. Maar die is weer een beetje in het werk onzeker. Dus die maakt snel foutjes en dan wordt hij dan een beetje, ja, krijgt hij een beetje innerlijke stress juist van het werk. Dus die moet ik weer juist heel anders rijden. En met hem heb ik nog niet zo heel veel afstemming in de... hoe zeg je dat? In de oefeningen van de... Dus ik moet alles heel erg met zijde handschoentjes. En nogmaals, ook over het algehele beeld bij zowel Kis als Chris. Het is allemaal een proces. Ik ben ook gewoon mijn paard aan het opleiden.
er zijn 100.000 dingen die beter kunnen. Dat zien wij natuurlijk ook. Maar ja, je kan het niet verwachten van zo'n jong paard die al eigenlijk op best wel een niveau loopt. Wat gewoon wel hun niveau is. Daar moeten ze gewoon in groeien. En daar wil ik ze ook gewoon de tijd voor geven. Dus ja, door mee te nemen, door te trainen, weet ik zeker dat het... Dat helemaal gaat goedkomen natuurlijk. En ja, leuk dat Christian nou een keer had gewonnen. En die had gewoon de betere onderdelen laten zien. Dat was echt het verschil. En ja, verder vind ik het dus leuk om te vertellen dat er veel wedstrijdvlogs aankomen. Ook nog wel andere heb ik echt ideeën. Leuke ideetjes. En ik neem jullie gewoon weer mee de komende tijd. Helemaal gemotiveerd. Zin aan. Als je nog iets te vertellen hebt of een vraag hebt, ik probeer op iedereen antwoord te geven. Er waren laatst keer heel veel vragen en zo. Dus ik heb daar wel echt moeite voor genomen. We gaan dit weekend op trainingskamp. Dus ik zal ook proberen om daar een vlog van te maken, zodat je dat kan zien hoe dat was. Ik ben ook heel benieuwd, het wordt de eerste keer. Enzels gaat mee. Ik ga niet te veel praten meer, want die video wordt anders veel te lang. Maar jullie zijn meestal heel benieuwd wat de punten en dat soort dingen zijn. Dankjewel voor het kijken weer naar deze video. Geef zeker een blauw duimpje omhoog als jij het ook een leuke video vond. En dan zie ik jullie weer heel graag bij de volgende video. Doei doei!